is Create a Card Stance. Nummer 11. Ga naar de website van Crealise. Klik op Create a Card en zoek de stans op die je hebt aangeschaft. En klik op de link. Je komt bij Downloads en klik hier op Download. In het venster wat zich nu opent, vind je de download. Klik daarop en in het venster dat zich opent, kom je bij de werkbeschrijving en het patroon. Print deze uit op ware grootte. En bedek dit eventueel met zelfklevende, transparante kaftfolie voor hergebruik van de print. Snijd de tekening uit op de onderbroken stippenlijnen. Het patroon ziet er dan zo uit. Leg de stans op het patroon met de snijzijde naar boven binnen de aangegeven lijnen. En zet hem vast met een stukje niet-permanent plakband. Ik gebruik hiervoor de Scotch Magic Blauw. Snij het kaartenkarton op het formaat 13x26 cm, zoals aangegeven op de werkbeschrijving. Leg het kaartkarton tussen de aangegeven zwarte lijnen, met de goede zijde naar beneden. Plak het papier vast met een stukje non-permanente tape. Ik haal hem door de stansmachine heen en ik gebruik hiervoor de stand van de Wavertin Dice. Let erop dat de stans compleet op het platform van de stansmachine ligt. Haal de stans van het patroon en draai hem om en plak hem aan de rechterzijde van het patroon. Laat hierbij het papier nog even vastzitten met het stukje verwijderbaar plakband, zodat het papier op dezelfde plaats blijft zitten. En haal hem opnieuw door de stansmachine op de stand van de Wavertin Dice. Rail de verticale middenlijn op de tekening handmatig met behulp van een railtool en een liniaal. Vouw de raillijn in een dalvouw. Voor het maken van de vlakken van het designpapier leg je de stans met de snijrand omhoog op het patroon en zet het vast met een stukje non-permanente tape. Snij voor het designpapier een stuk van 12,5 × 25,5 cm of twee stukken designpapier van 12,5 × 12,5 cm. Plak het designpapier met non-permanente tape met de goede kant naar beneden binnen de zwarte lijnen op de tekening. Er blijft aan alle kanten een randje van 2,5 mm zichtbaar. Haal de stans samen met het papier opnieuw door de stansmachine heen en herhaal dit voor de andere kant. Plaats de stans terug over de uitgesneden vlakken, zet dit vast met een stukje non-permanente tape en teken de buitenste randen van de stans met behulp van een potlood. Snijd de potloodlijnen uit met behulp van een mes of een schaar. Je kunt voor het snijden van de cirkels ook een Crayon Nestlé's XXL nummer 7 gebruiken. Het designpapier kan je dan centreren over het kaartkarton. De kaart is nu klaar voor verdere afwerking. Bedankt voor het kijken naar deze video.